Iedere dag begint voor de zangers en dansers met een fysieke opwarming om de spieren los te maken. Op weekdagen wordt er serieus gestretched, maar op zondag gaat het er iets rustiger aan toe. De zangers zijn verplicht om 3 van de 5 opwarmingen bij te wonen. En daarnaast is er voor hen ook een vocale opwarming. Voor de voorstelling begint, geeft de regisseur nog zijn laatste opmerkingen. From the parts where Mark starts to sing with the nurse. Hahaha, oh wat doet ze raar, oh wat valt ze op. Met dat lange haar en die Romeo, waarom straalt hij zo? Geef een groot feest, smeek nog een keer, ik kniel nu neer. Roel, voor jou is vandaag een beetje een bijzondere dag, hoe komt dat? Omdat mij gisteren gevraagd is om de rol van Paris over te nemen en ik heb die nog nooit gespeeld. Dus jij weet dat van gisteren dat jij die rol moet spelen. Ja. Heb jij nog tijd gehad om dat in te studeren dan? Ik heb een videoband mee naar huis genomen gisteren en een aantal scènes bekeken. En ik probeer op die manier nu gewoon mijn ding te doen vanavond, deze namiddag. Ja. En ben je zenuwachtig? Amai. Ja. En of, ja. Ik ben 30 jaar oud en niet getrouwd. Ik hou van jullie, ja. Voilà, zo ziet u eigenlijk de zaal, de Grenslandhallen. Natuurlijk, dat is wel een beetje anders dan een theater. Hè. Het is hier allemaal zo'n beetje geïmproviseerd, denk ik, om er een gezellig à la theater van te maken. En daar zijn ze ook in geslaagd. Voilà, nu zijn we backstage. In het geval van Romeo, van mezelf, heb ik iemand die mij eigenlijk constant volgt. Dus een kleedster die zowel links als rechts van het podium er altijd bij is. Omdat het heel snel moet gaan met een jij moet wisselen, ja. Ja. Dus, maar gisteren hield dat wel in dat bijvoorbeeld de bedscène heb ik een witte doek rond. Maar die was zoek. Dus dat was wel heel belachelijk. Oh, dat was wel interessant voor het publiek dan. Ik moest normaal gezien met een blote op het podium gaan, maar ik heb dat maar niet gedaan. En ze hebben mij nog zo'n voddeke gegeven. Het was eigenlijk precies Tarzan gisteren. In dit spektakel moeten de acteurs niet alleen hun zangkunsten bewijzen, maar ook hun danskunsten. Samen met 20 professionele dansers zetten ze hun beste beentje voor om de ingewikkelde dansen van choreograaf Redda uit te voeren. Het creative team dat komt uit Frankrijk, want de show is oorspronkelijk ontstaan in Frankrijk. Dus de Franse ploeg, de Franse regisseur, komt met zijn assistenten naar hier. Die hebben een assistent voor de choreografie, dus voor de dans, en die hebben een regieassistent. Dan wordt er een resident director aangesteld. Dat is direct, dat is iemand van hier. Dus er wordt eigenlijk een regisseur bij aangenomen in het land waar ze het ook effectief doen. Want het creatieve team is nu naar huis en na de repetitieperiode pakt die resident director, iemand van hier, dus over. Ze nemen ook een vocal coach aan, dat is ook iemand van hier, dus iemand die de taal kent uiteraard, want de nummers zijn in het Nederlands. En die leert ons de nummers aan en dat is eigenlijk zoals een zangles eigenlijk, maar dan met de nummers uit de show natuurlijk. Voilà, en dat is mijn Julia vanmiddag. Ik heb het geluk dat ik er zo 2 mag nuttigen. En dat ik mag afwisselen. En vandaag is dat met Sasha. Het zijn 2 Hollandse. Dat maakt het iets plezanter. Die zijn iets gewilliger ook dan de Vlaamse. Welk vlak dan? Die hebben geen problemen om te kussen of zo. Die doen dat heel spontaan. Vocal warming-up, ja, dat is om je stem warm te maken. Een stem is ook een spier, dus die moet ook opgewarmd worden. La 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 la. Ik zei maar dofbar, man. Ja. Dat doe ik dus nooit, hè. Hij doet dat dus nooit, hè. Zo'n geval dat zich nooit opwarmt. En ik vind dat op zich eigenlijk heel vervelend. Want meneer heeft dat niet nodig. Meneer gaat niet naar de stemopwarming. Meneer gaat niet naar de dansopwarming. Meneer speelt gewoon die show en het is altijd goed. Daarvoor zijn we toch aangenomen, hè? Ja, natuurlijk. Maar ik wil dat een beetje professioneel aanpakken. En ik wil net zoals iedereen mij een beetje opwarmen. Maar hij heeft dat niet nodig. Dat is voor Jeannette, joh. Het enige wat ik doe aan stemopwarming, dat is gewoon zo'n beetje zo... En dat is het. Als dat goed zit, dan zit het zo. Het zou wel gaan. En een paar koffies. Wat heel belangrijk is, dat is hummen bijvoorbeeld. Dus de... Of de bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk gewoon dezelfde oefening, maar de ene keer met gesloten lippen en de andere keer met open mond. Hè. Dat is de truc. En eigenlijk komt het daarop neer, gewoon die spier ook warm maken. En ja, daar zijn oefeningen voor. Hè. Er zijn oefeningen om je lippen warm te maken. Zo en groep, ik vind dat... Dat is zo gezegd voor de groepsfeer, maar... Ja, ik
ik zal die groepsfeer wel op een andere manier ervaren. Je hebt het recht niet. Dat is de waarheid niet. Je hebt het recht niet. Dat is hypocriet. Je hebt het recht niet. Je kent de liefde niet. Je hebt het recht. Je hebt haar nooit gezien. Je hebt het recht niet. Zeg maar wat je wil. Je hebt het recht niet. Dat is dan het verschil. Je hebt het recht niet. Het enige wat ik weet. Je hebt het recht. Dat is een vast ritueel, dat is mijn dochter, Sam. En ik vind het altijd fijn om die dicht bij mij te hebben. Om daar een paar keer naar te kijken voordat je opgaat. Het geeft nu echt een beetje stimulerende... Hoe zeggen ze dat? Geeft u even zo'n beetje moed om... Stimulerend. Ja, moed om er stevig in te vliegen. En Davy heeft nog niet zoveel nodig. Want ik heb er twee staan, omdat ik heb twee kindjes natuurlijk. Ah, ja. En ik heb meer stimulatie nodig dan Davy. En vandaar, ja, dus... Maar er komt een dag wel dat Davy er daar vier staan heeft, volgens mij. In andere landen heb ik er misschien al een paar. In Holland! Wat aan mij opvalt, hè, is dat jullie helemaal niet zenuwachtig zijn, hè? Oh, ik wel. Ik ben vrij zenuwachtig. Ik denk dat Chris rustiger is dan ik. Ja. Maar ik ga alsjeblieft nog een keer naar het toilet, zo. Ik zit eigenlijk al zo'n viertal weken te sukkelen met de verkoudheid. En als ik dan even bij Xavier ga, dan doet hij acupunctuur en dan lost dat heel veel op. Dan kan ik die show zingen. Dus het is heel vreemd. Het is een wonderlijk dokter. Ja. Andere mensen gaan zo'n beetje dampen boven iets. En jullie gaan gewoon even op tafel liggen en een beetje naalden in jullie vel. Dat helpt. Ja, het is misschien een beetje bijgeloof, maar ja, ik damp ook. Ik heb vannacht ook gedampt. Maar ik, voor de zekerheid, voor mezelf. Hier wordt gevreeën en gefeest. Hier wordt gesopen als een beest. Hier wordt gevuifd, hier wordt gedanst. Hier krijgt de meligheid geen kans. De tijd die glijdt door onze hand. Geeft als de korrels van het zand. Dan plaatst hier een groot ideaal of hoogstaande. Mijn favoriete nummer, ik moet zeggen, alhoewel het nummer eigenlijk in de musical op een totaal foute plaats staat, wat dat betreft, dat is het nummer dat ik zelf zing, het is mijn schuld niet. Het is heel raar in de context, mensen vragen zich af, waarom zingt hij eigenlijk, het is mijn schuld niet, ik bedoel, we weten niet waarover het gaat, maar dus dat terzijde geladen vind ik dat een ontzettend straf nummer. Vorig jaar in Antwerpen moest ik zingen, het is niet mijn schuld, en omdat in Nederland wilden ze absoluut dat het was, het is mijn schuld niet. En vandaag heb ik mij de eerste keer vergist en heb ik terug de Antwerpse versie gezongen. In bepaalde refreinen. Vorige week heb ik voor het eerst Davy zijn dolk niet uit, op tijd uit zijn dolkzakje, zal ik het maar noemen, kunnen trekken om Mercutio dood te steken. Omdat we een nieuwe dolk hadden. En er was eigenlijk niks van gezegd en die was veel kleiner en die hing te vast. Maar dan heb ik toch maar gedaan alsof ik het al had en dan ben ik het daarna heel stiekem bij Davy toch nog gaan weghalen. Dus de mensen hebben er niks van gemerkt, maar ik vond het vreselijk. Zo eindigt hier de drama van Romeo en Julia. En Chris, ben je tevreden? Ja, weer een uitzinnige menigte vandaag. Dus we hebben hier vorig jaar toch het een en het ander teweeggebracht. Blijkt nu weer in Hasselt. Ja, ik ben altijd tevreden als het voorbij is. Hè. Dat is altijd zo een hoop stress dat even van je afvalt. Dan kan ik weer rustig even nu een douche pakken en eens lekker gaan drinken. Even nog iets gaan zeggen tegen de mensen en dan rustig naar huis rijden. Wat ga je nog doen om af te kicken? Het afkicken hoop ik dat gebeurt in mijn auto. En ik ga vandaag eens onwaarschijnlijk mijn vrouwtje soigneren, want dat is veel te lang geleden. Voor de musicalfans is er nog goed nieuws, want de productie Romeo en Julia loopt vanaf 9 april opnieuw in de Stadsschouwburg in Antwerpen. En tickets kan je reserveren op het nummer 070-344-3x1. Er zijn deze...